Als er nou één bedrijf is, dames en heren, dat zoveel fysieke producten heeft en zoveel wereldwijd klanten heeft, dan is het volgende bedrijf wel. Volgens hun eigen website spelen hun producten per dag een rol in het leven van 2 miljard mensen. Dit bedrijf is een enorme transitie aan het doormaken, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Maar de vraag is natuurlijk, als je kijkt naar klantbehoeftes die veranderen, hoe is hun digitale transformatie bezig? Dit bedrijf, dames en heren, bestaat een stuk langer dan dat wij ooit zijn begonnen om over digitalisatie te praten. En dat bewijzen met het volgende filmpje. It's tingling fresh. It's fresh as ice. It's Gibbs SR toothpaste. The tingling fresh toothpaste that does your gums good too. The tingle you get when you brush with SR is much more than a nice taste. It's a tingle of health. It tells you something very important, that you're doing your gums good and toughening them to resist infection. And as this chart shows, gum infection is the cause of more tooth losses than decay itself. The tingle in SR comes from sodium ricinoleate, a substance which both dental research and years of use in dental practice have shown to be good for the gums. So, to keep your teeth white as snow, your gums really healthy, and your breath really fresh, see your dentist regularly and brush with SR, the tingling fresh toothpaste for teeth and gums. Gibbs SR. Goedemorgen. Ik dacht dat het leuk was om met een stukje perspectief te beginnen voordat we zouden gaan praten over Unlock the Power of Technology. Ik begrijp ook dat de slide die ik gekozen heb enigszins gevaarlijk is, want als je 130 jaar bestaat is het duidelijk geen enkele garantie om hier over enige tijd nog te staan. Het tv-filmpje wat jullie zojuist gezien hebben komt uit de jaren 50 en het was grappig dat de opening van de CFO-conference ook begon met een startpunt in de jaren 50. En het is ongelooflijk dat in de jaren 50 dit een revolutie was. Televisiereclame bestond gewoonweg nog niet. Ik geloof wel dat we de klikker nodig gaan hebben. Paul, waar is de klikker? Digital age. Dat is digital age, hè, ja. Goedemorgen. We beginnen weer even opnieuw. Ik ben Gijsbert de Zutte. Ik ben de CFO van Unilever Europa. Dankjewel, Rens. Jij deed niet, ik deed niet. We begonnen in de jaren 50 en daar was een reclame voor. Ik bestond gewoon nog niet. En het was, Unilever was in feite het eerste bedrijf wat in Engeland met televisiereclame begon. En dat klinkt vandaag de dag bijna als een sprookje. Want televisiereclame is zo gewoon dat je niet kan voorstellen dat het een experiment was en dat wij toen dachten, dat is wel heel spannend om te doen, want we weten niet zeker of we hetzelfde effect hebben dat we misschien eerder hadden toen we op een andere manier met marketing bezig waren. Fast forward 50 jaar later, wij waren de eerste die gebruik maakten van een iAd op het Apple platform. Of dat een succes is, zullen we ook nog zien. Maar waar het om gaat, dat is al gezegd, is hoe je je aanpast aan de omgeving om je heen. Vandaag de dag zijn wij een bedrijf met 50 miljard omzet, 2 miljard klanten. En het is altijd heel erg leuk, iedereen hier in de zaal is een klant. Of het nou de Cornetto of Magnum ijsjes zijn, hoewel het weer niet zo super is. Of wassen met Omo, of hopelijk wat Dove gebruikt voor je shampoo, of wat deodorant van Axe. Iedereen is dagelijks onze klant, bijna 2 miljard mensen. En dat heeft ons gebracht tot een bedrijf van 50 miljard in 170 markten. Dus het is heel belangrijk voor ons dat wij midden in de wereld staan. Een ander probleem wat wij wel hebben natuurlijk, omdat we zo groot zijn. Als je zo groot bent, is veranderen behoorlijk lastig. En het is belangrijk daarom om te proberen vooraan in die curve te blijven. We hebben een heleboel feiten gezien. Zojuist de code HELOS, ik ben er ook nog een beetje van aan het bijkomen. Maar wat in ieder geval heel duidelijk is, is dat de veranderingen waarvan we dachten dat ze snel gingen, die zullen nooit meer zo langzaam gaan als dat het gegaan is.
En dat betekent inderdaad dat de interactie met onze consument dramatisch veranderd is. En dit plaatje maakt dat duidelijk. Terwijl we met radio nog 38 jaar de tijd hadden om daaraan te wennen, zijn er nu al, waren er 1 miljard apps in een tijdsbestek van 9 maanden. En er zijn natuurlijk een aantal feiten die heel belangrijk zijn voor ons als een consumer marketing bedrijf. Op dit moment zeggen de statistieken dat we 150 keer per dag op onze smartphone kijken. Voor degenen die kinderen hebben, weten dat dat een gemiddelde is. Er worden binnen 48 uur wordt er net zoveel informatie gemaakt door ons allen dan er in het geheel bestond voor het jaar 2000. Wat betekent dat in termen van big data? Wat betekent het feit dat mensen 150 keer per dag op hun telefoon kijken voor de marketing? Hoe moet je dat inrichten? Dan is er natuurlijk cybercrime. Dat is ook een enorm belangrijk aspect. We spraken net over privacy en hoe iets heel eenvoudigs een bedrijf enorm kan veranderen. Er zijn vele bedrijven die daarmee te maken hebben gehad. Maar voor ik daar verder op inga, wil ik toch nog een beetje uitzoomen. Want ik denk dat het onjuist is om te denken dat digital de enige trend is die belangrijk is. Als wij kijken voor ons bedrijf, hebben wij in feite 4 megatrends onderscheiden. En digital is er inderdaad 1 van. Maar als je kijkt naar de wereld, dan zijn het er ook wel een aantal schokkende feiten. En dit is pure statistiek. De wereld is aan het verschuiven naar het oosten en de wereld is aan het verschuiven naar het zuiden. In 2020, en dat was 10 jaar geleden, 5 jaar geleden, is het zo dat 50% van de middelklasse, en dat zijn onze belangrijkste klanten, zich zal bevinden in het oosten en in Azië. In 2030 is dat 54%. Nou is die 54% al schokkend, maar dat zal 5 keer zoveel zijn als vandaag de dag in Noord-Amerika. Dus die verhoudingen verschuiven enorm. Wat er ook enorm verandert, is de manier waarop we leven. Verstedelijking zal dramatisch doorzetten. Een feit daar is dat de komende 10 jaar, iedere 40 dagen, er een stedelijke populatie bij komt ter grootte van Londen. Dat is ongelooflijk. Er zullen 400 steden van een dergelijke grootte bijkomen waarvan we vandaag de dag nog niet eens gehoord hebben. En dan is het natuurlijk vergrijzing. We zijn met 7 miljard mensen op de aarde vandaag de dag. En binnen 10 jaar zal 1 miljard van die mensen ouder zijn dan 60 jaar. En in 2050, en sommigen hier zullen het nog meemaken, zullen we met 2 miljard mensen zijn van boven de 60. Dat is voor een consumentenbedrijf wat wereldwijd actief is enorm belangrijk. Wij zijn traditioneel een lokaal opererend bedrijf, maar de vraag is natuurlijk toch nog steeds, hoe kun je zorgen dat je daarbij blijft? En zijn per saldo toch misschien nog wat westerser. Dus zijn wij in staat om echt goed te begrijpen hoe die consumenten denken. De 4e trend, en voor ons denken wij de meest fundamentele, en er werd al aan gerefereerd, is sustainability. Of in goed Nederlands, duurzaamheid. Er zijn een aantal mensen die daar al lang over gesproken hebben. Ik denk dat we hoeven niet alles van de Amerikanen te leren natuurlijk. Maar Al Gore sprak al over de inconvenient truth. We zijn met 7 miljard mensen. Nou, er komen er 1 miljard bij. Maar hoe we leven, dat wordt uitgebeeld op dit plaatje, is eigenlijk onverantwoord. Als wij vandaag de dag allemaal zo zouden leven zoals wij hier allemaal in de zaal, hebben wij 3 aardes nodig. En om bij de Amerikanen te blijven, dan zouden we 5 aardes nodig hebben. En dat betekent dat we nu al bezig zijn met het opsoeperen van de resources voor de volgende generatie. En dat betekent dat er al ontzettend veel klimaatveranderingen gaande zijn die het alleen nog maar moeilijker zullen maken om op deze manier verder te gaan. En er zijn best wel een aantal andere schokkende feiten en ik wil het niet dramatiseren, maar er zijn bijna 1 miljard mensen die geen water ter beschikking hebben. Er zijn nog steeds 2 miljoen mensen per jaar die overlijden aan diarree omdat er geen basisgezondheid is. Er zijn 2 miljard mensen die geen wc hebben. 1 op de 10 volwassenen heeft last van obesitas. 1 miljard mensen heeft geen eten. Dat zijn de feiten. En wat er dus nodig is, is een iets duurzamere vorm van kapitalisme, als je het zo zwaar wil uitdrukken. Nou, het goede nieuws voor ons bedrijf in zekere zin is, en dat hebben we ons ook meer achteraf gerealiseerd als ik het verhaal nu, zoals we het in het bedrijf naar kijken, is dat het eigenlijk in ons DNA zit. Als je teruggaat naar onze oprichters, Lord Lever, we zijn Unilever, Lord Lever met de margarine-Unie, dan was Lord Lever aan het einde van de 19e eeuw degene die zeep op een massaschaal is gaan produceren. Nou zou je vandaag de dag zeggen, hoe belangrijk is zeep? Nou, zeep voor hygiëne is extreem belangrijk en die was alleen voorbehouden aan de rijken.
En wat Lord Lever deed was dat massaal produceren, maar ook, en dat is belangrijk voor ons bedrijf, dat binden aan een merk Sunlight en ook beginnen met een vorm van advertising. Aan de andere kant van het kanaal waren er twee Nederlanders en de gezondheid was ook niet geweldig. En die begon te experimenteren met margarine. En margarine, ja, dat is ook iets van vandaag de dag, dat is normaal. Maar dat was het toen nog niet, want er was toen boter en dat kon bijna niemand betalen. En margarine, zoals we allemaal hopelijk weten, is gezonder en is ook goedkoper. Dus meer mensen konden margarine kopen. Dus we zijn eigenlijk geleid en opgericht door ondernemers met een missie. En wat dat betreft zit duurzaamheid in ons DNA. Maar dat betekent natuurlijk helemaal niet dat het een recept is wat maar zo kan blijven voortgaan. En toen in 2010 onze huidige CEO Paul Polman aantrad, toen keek hij naar het bedrijf en zijn eerste constatering was dat wij in 10 jaar niet gegroeid waren. Nou is groei geen doel op zich, maar het is toch wel een probleem als je niet groeit. Wij waren 10 jaar een bedrijf van 40 miljard. Tevens hadden wij die 4 megatrends onderscheiden waar ik zojuist over gesproken heb. En dit is de visie die daar toen geformuleerd is. Een visie in de eerste plaats van duurzaamheid, een visie van duurzame groei. Dus het doel is om de business te verdubbelen en tegelijkertijd de impact op het milieu terug te brengen. En als je dat dan uitrekent als financials, dan zul je dat moeten halveren, anders dan lukt dat niet. En tegelijkertijd zie je een rode pijl omhoog, want nadrukkelijk is het ook de bedoeling dat wij een positieve impact blijven maken op de maatschappij. Nou, de business case hiervoor is geen idealistische business case, want consumenten willen meer duurzame merken. Klanten zijn bezig met duurzaam, er zijn lagere kosten te bereiken en grappig genoeg heeft het ook een enorm effect gehad op het aantrekken van talent. Er zijn heel veel jongeren met name die zich bezig willen houden met duurzaamheid. En dat heeft zich vertaald in het Unilever Sustainable Living Plan met allerlei doelstellingen, hele ambitieuze doelstellingen zoals het 100% organisch maken, duurzaam maken, het gebruiken van duurzame grondstoffen in de keten. Maar ook het bereiken van 1 miljard mensen om te zorgen voor een beter leven. En dat is een voorbeeld dat je hier op de plaats ziet, waarbij we zeep op de markt brengen. Maar niet alleen zeep op de markt brengen, maar ook een campagne hebben voor mensen, zodat ze hun handen wassen. En dat doen we allemaal, en dat is natuurlijk de quintessens met onze merken. Er zijn heel veel tijdsgebonden en specifieke targets om te zorgen dat we ons werkelijk ook aan die doelstellingen zouden houden. Maar dat is niet het unieke van dit plan. Het unieke van dit plan, in ieder geval als het zich onderscheidt van sommige andere bedrijven, is dat het gaat over alle landen, alle merken, dus niet over een niche. En misschien nog wel belangrijker, het gaat over de hele keten. Dus we maken ons niet alleen druk over onze grondstoffen en productie, maar ook over hoe jullie allemaal die producten gebruiken. Het water wat daar mee heen gaat, de energie die daardoor gebruikt wordt. En als je op het plaatje kijkt, dat is ongeveer 2/3 van onze footprint. Dus het is nogal een challenge om jezelf een doel te stellen om je totale impact te verlagen. En daarnaast gaat het niet alleen om de omgeving, maar ook om de economische effecten voor alle mensen die bij ons bedrijf betrokken zijn, leveranciers met name in de hele supply chain. En heel belangrijk, steeds bovenaan houden dat we een positief sociaal impact willen maken om ons heen. Nou, wat heeft dat allemaal te maken met ons businessmodel en met de power of technology? Nou, het eerste punt is natuurlijk dat je kan spreken over unlocking the power of technology, maar dat heeft uiteindelijk, moet je dat om te beginnen plaatsen in het kader van je businessmodel. En dan gaat het erom hoe technology dat businessmodel aantast of hoe het meer positief kan helpen. In ons geval hebben wij ons businessmodel getekend als een cirkel, de virtuous circle of growth. Als je dat goed doet, dan draait dat rond. Dan begin je met winstgevende volumegroei, haal je schaalvoordelen en efficiencies uit die je kan investeren in innovatie en marketing. En betere innovatie en marketing op haar beurt leidt weer tot winstgevende volumegroei. Zo simpel is het natuurlijk niet, maar dat is wel de basis van ons businessmodel. Daarbinnen hebben we sustainability geplaatst met duurzame innovatie en met duurzame groei. En heel belangrijk, dat is groei die gedreven wordt door onze merken. Ik wil de restant van de presentatie besteden nu om te laten zien hoe digital dat heeft beïnvloed.
Om te beginnen, marketing. Marketing is het hart van ons bedrijf. Digital marketing is echt fundamenteel anders dan de marketing die we hiervoor hadden, zo zou je het bijna zeggen. Ik wil het illustreren aan de hand van een filmpje over het merk Dove. Dat is een 3,5 miljard merk, wat dramatisch gegroeid is, heel veel gegroeid is. En dat heeft een hele duidelijke point of view. En de point of view, zoals dat duidelijk zal worden uit dit filmpje, is real beauty. En dat is 100% gelinkt met ons sustainability verhaal. Graag het filmpje. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Ik kan jullie dit filmpje, wat 3 minuten duurt, laten zien omdat jullie opgesloten zitten in een zaal. Maar er hadden 170 miljoen mensen binnen 48 dagen naar dit filmpje gekeken. Wat op internet gepubliceerd is, op YouTube gepubliceerd is, gratis. En 30 miljoen daarvan die woonden in de US, wonen in de US en 30 miljoen wonen in China. Ik denk dat dit filmpje laat zien dat marketing totaal veranderd is. Marketing was toch voor een groot deel eenrichtingsverkeer, als je denkt aan het reclamefilm wat ik in het begin liet zien. En marketing is nu fundamenteel een two-way street geworden. Dat is een van de belangrijkste dingen. En de conversations, letterlijk de conversations die je op de video ziet, zijn daar een heel goed voorbeeld van. Het is natuurlijk ook zo dat de schaal enorm veranderd is. De helft van de wereld is nu al online. En als je kijkt naar de kosten van, wat ik al zei, van zo'n filmpje als dit, je kan niet een 3 minuten durend reclamefilmpje uitzenden. Dat lukt gewoon niet. Een derde punt is dat de consumenten hebben een groot deel van de macht overgenomen. Dus terwijl wij dachten als marketingbedrijf, wij zijn de brand owners, is de realiteit dat vandaag de dag de consumenten de brand owners zijn. Zij hebben de conversaties over onze merken via de social media en maken daarmee een veel groter impact
dan de conversaties die wij proberen zelf te starten. Als je denkt dat dit allemaal alleen maar gaat over bijvoorbeeld DAF, wij doen het op, we zitten nog op de vorige slide, op natuurlijk op vele terreinen. We hebben ook lichtvoetiger Magnum Pleasure Hunt, dat je een spelletje kan spelen. Of je wordt geholpen omdat je knorrecepten als je een lekkere soep wil maken. Of als je naar de maan wil, hebben we nu een ex-Apollo campagne. En dat opnieuw een enorme interactieve campagne. Ze gaat niet naar de maan, by the way, maar je gaat wel mee met de eerste ruimtereis. Dus marketing, de kern van ons bedrijf, verandert enorm. Het andere punt is dat de manier waarop onze merken verkopen ook enorm verandert. Daar zou je op zich een hele presentatie over kunnen houden. Dat zal ik zeker niet doen. Het is enorm in ontwikkeling. Het is heel duidelijk, volledig eens met de vorige spreker, dat er een volledige aardverschuiving plaatsvindt. En het is ook helemaal niet duidelijk waar het eindigt. Zelfs niet voor een traditioneel bedrijf als het onze. Wat ik wel zou willen zeggen zijn drie dingen. In de eerste plaats is de omni-channel shopping behavior een realiteit. Mensen gaan niet meer naar één kanaal, maar naar multiple kanalen. Dat leidt tot een enorme fragmentatie. En ook de frequentie waarmee dat gebeurt en de interactie die je kunt hebben is dramatisch anders. Het tweede is hoe producten gekocht worden. Hoe overzichtelijk was het dat je supermarkt in ging, je ging naar het schap, je keek op het pak, je draaide het nog eens om en of je deed het in je mandje of je zet het weer terug. Dat is bijna een anachronisme. Vandaag de dag gaat het wel anders online. Ten derde, ook al gezegd, er is niet alleen een strijd om de klant, maar er is ook een strijd om informatie. Dat is heel belangrijk om je innovatie te kunnen sturen, maar ook om bijvoorbeeld promoties te kunnen sturen. Enfin, dat is in feite het hele Code Halo verhaal wat jullie zojuist gehoord hebben. Dus dat is een capability die ook voor een bedrijf als het onze super belangrijk is om onder de knie te krijgen. Marketing en verkoop zijn de meeste ingrijpende aan verandering onderhevig, maar om het plaatje compleet te maken, ook onze operaties veranderen vrij dramatisch en dat hebben we ook nodig. Dit is een voorbeeld van onze Ultra Logistic project in Europa. Wij managen nu al onze bewegingen van goederen, van fabrieken naar warehouses naar klanten. En dat zijn echt miljoenen, miljarden bewegingen vanuit één plaats in Polen. En dat was onmogelijk geweest zonder technologie. En dat is geen eenvoudige technologie. En dat leidt dan niet alleen tot lagere kosten, maar ook tot lagere CO2-uitstoot. In feite, één op de vijf vrachtauto's is van de weg. Het heeft ook een enorm impact op hoe wij in het bedrijf samenwerken. Eén voorbeeld met jullie delen. 5, 10 jaar geleden zouden wij onze finance-strategie gemaakt hebben met 10, 20 mensen in een hotel ergens afgesloten en vervolgens dat zijn gaan uitrollen en communiceren. Vorig jaar hebben wij onze finance-strategie, onze functionele strategie gemaakt met het medium Chatter. Dat is een collaboration platform. En we hebben in feite daar in de hele wereld hebben we engagement gehad rondom onze strategie. Met een 3-daagse webjam en ongeveer 5000 posts. Dus praat je ongeveer over 1000 mensen die betrokken zijn geweest bij het formuleren van onze finance strategie. En niet alleen is het daardoor creatiever, innovatiever, maar het is ook veel meer betrokkenheid die je daarbij creëert. Nou, dat is iets wat ondenkbaar was, maar wat eigenlijk tegen lage kosten, by the way, heel makkelijk kon worden ingevoerd. Nou, tot slot, wat is de rol van finance in dit geheel? Ik heb met name laten zien dat in de eerste plaats gaat het om de meer strategische vragen. Hoe wordt het businessmodel beïnvloed door de digital revolution? Maar daarnaast nog even drie andere dingen. We houden ons toch altijd veel bezig met return on investment in onze verschillende bedrijven. En ik kan zeggen dat return on digital is toch wel een redelijk hoofdpijndossier. We geven miljarden uit aan reclame. We hadden redelijk goed ontwikkelde metrics om te kijken of dat zin had of niet. Met alle feilen. Maar return on digital vereist een compleet andere benadering. Dat is inmiddels 15% van onze reclameuitgaven, dus dat is geen detail. Dan cybersecurity. Heel belangrijk voor ons. We hadden een proliferatie van websites voor al onze merken en overal. Dat was gewoon puur onveilig in termen van mensen die daarop konden inbreken. Maar ook de gegevens die daarop verzameld werden zijn heel belangrijk. We hebben gezien met andere bedrijven wat er kan gebeuren als je die gegevens niet goed beheert. In het bedrijf ook hebben wij recentelijk weer een aantal hacks uitgevoerd om te kijken hoe wij daarop voorbereid zijn. Bijvoorbeeld met e-mails, hele onschuldig uitziende e-mails die we verspreid hebben. En ik kan u vertellen, hoe hoger in de organisatie, hoe slechter daarmee wordt omgegaan.
Ten slotte, capability building. Wij weten het ook absoluut niet allemaal in finance, maar één ding hebben we tegen elkaar gezegd, we moeten hier nu onszelf op trainen. Dus we hebben nu een digital university opgericht, groot woord, met een partner in het oosten van de wereld. En we hebben zojuist vorige week onze eerste sessie daarvan gehad, waarin we mensen door de verschillende aspecten die hier vandaag ook op de agenda staan, heen halen. Dus capability building in finance is heel belangrijk om überhaupt te kunnen deelnemen in dit spel. Als laatste slide, geen zorgen. De conclusie is hetzelfde als het begin. Als je je niet aanpast, dan zul je niet succesvol blijven. Het goede nieuws voor ons is dat in ieder geval de essentie van ons businessmodel nog staat. Growing brands with a purpose. Merken zijn de kern van ons bedrijf. En merken met een missie, die zullen nog altijd belangrijk blijven. En daarbij komt dat iedereen nog steeds, voor zover ik weet, moet eten, wassen en zich mooi wil maken. Dus de basisbehoeften waarin wij voorzien, die zijn nog niet veranderd. Wat we gedaan hebben is het aanscherpen van onze visie, met name richting de duurzaamheid. En dat is een enorme shift en dat is ook zeker niet iets wat snel gedaan is. Waar we mee bezig zijn is op belangrijke aspecten van ons businessmodel de mogelijkheden, maar natuurlijk ook de bedreiging, maar met name de mogelijkheden van digital te benutten. Dus we zijn bezig, maar we hebben zeker niet alle antwoorden. Uiteindelijk waar het om gaat is de entrepreneurial drive en energie die je daarachter weet te zetten. Zoals de mensen in de jaren 50 het eerste reclamefilmpje maakten waar ik mee begon. Zoals de mensen die vorig jaar Dove Sketches hebben gemaakt en de guts hebben gehad om dat online te zetten als een belangrijke marketingcampagne. Tot slot nog dit. Aanpassen, reageren is niet voldoende. Great companies die leiden verandering zijn onderdeel van verandering. En grappig genoeg had ik dezelfde voorbeelden gekozen van Kodak en Blockbuster. En ik had daar Nokia nog even aan toegevoegd. Van great companies, leidende companies, die misschien gereageerd hebben, maar niet geleid hebben. Met sustainability, met duurzaamheid is het niet anders. Het is iets waar wij nu als bedrijven een kans hebben om onderdeel te zijn van die verandering en die vorm te geven. En reageren daar is niet genoeg. En als we dat niet doen, dan zal er misschien een dag zijn waarop we realiseren dat het te laat is. Dank u wel. Gijsbert Zoeter, dank je wel. Dank je wel. Heel goed.